Het bleek later Anna geweest te zijn die haar echtgenoot Johannes en zijn broer had aangespoord om op boevenpad te gaan. Haar vader en haar broer Nicolaas waren beruchte bokkenrijders. Ze had het dus niet van een vreemde. Ze verweet haar man Johannes vaak dat hij geen pogingen had gedaan om hen door middel van diefstal te onderhouden. Ze <laughs> een rebelse vrouw. Ja! Jammer genoeg is er een of andere slimmerik die voor de lokale politie werkt... die, zodra hij deze foute informatie heeft, naar de kroeg van de Wayside ingaat... en luidkeels verkondigt dat Marcus en Lens om het leven zijn gekomen door messteken. Wat? Hey, hoezo? Dit is Duister. Duister. Een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoort de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars, heksen, mythische wezens. Luister en huiver naar Duister. Hallo Duisteraars. Hallo. Welkom bij een nieuwe aflevering. Leuk dat jullie weer luisteren. Heel leuk. Superleuk. Fantastisch leuk. <laughs> Heel fijn dat jullie er weer zijn. Ja, hoe is het met jou? Um, ja, wel oké. Okay. Ik heb nog steeds not. Oh. Nog Ach, steeds? Ja, acht weken later. Dus misschien moet ik uh, maar weer even terug naar de dokter. Um, maar ik heb vandaag gebold. Gebold? Gebold. Wat op, leuk. Op een bowlingbaan. Nee. Ja, echt? Oh. Ja, het was heel leuk. Het was heel druk. Heel druk? Ja. Niemand die kan meer s'avonds iets doen. Dus nu moet iedereen overdag bowlen. Ja, dus ik ging om half één bowlen en die tent was afgeladen. Vond je dat, vind je dat niet een beetje. Um, ja, maar gelukkig werd gewoon, gewoon QR-code gescand en zo. Dus was op zich wel. Uh, ja, maar prima. ondanks dat kun je natuurlijk nog steeds besmet raken. Tuurlijk. Ik merk wel dat ik een klein beetje allergisch word voor drukke plekken. Ja, maar ik had me echt niet gerealiseerd dat het daar om half eens middags zo druk zou zijn. Of tenminste, zo druk. En je staat ook niet ja, per se heel dicht op elkaar. Nee, dat niet natuurlijk. Maar. Um... Nou ja, ik merk ook op mijn werk, als mensen dichtbij me staan, dan denk ik toch half afstand of zo. Ik weet het niet. Ja, ik heb dat vooral ook in de supermarkt en zo, waar iedereen ook gewoon maar naar binnen kan lopen. En dan heb je helemaal niet meer zeg maar die veiligheid, of misschien is soort schijnveiligheid van de QR-code. Nee, um, ja, in winkels en zo. Dan denk ik, ga uit mijn aura, man. Ja, en zet hem Dat denk ik sowieso heel vaak, <laughs> niet alleen corona, blijf uit mijn aura. Nee, ja, nee, zeker. Maar ook, ik, ik zie ook genoeg mensen zonder mondkapje. Terwijl er toch in de supermarkt vooral overal bakjes staan waar je ze gratis kunt pakken. Ja. Waarom hebben mensen daar scheid aan? Ik heb geen ik idee. Ik begrijp het gewoon niet. Ik weet het ook niet. Hou je gewoon heel even aan die regels, dan gaat het sneller weg. Maar dat. Ja, en het, het lijkt wel hoe langer het duurt, hoe moeilijker het wordt. Terwijl dat is dus niet hoe het werkt. Nee. nee. Oké, okay, nou genoeg Goed. over Corrie. Ja. Daar komen we niet voor hier. Nee, zeker niet. Ik wilde het vorige keer al zeggen, maar toen had ik hem nog niet afgekeken. Maar ik heb een Netflix-tip. Oh, ja. Ik heb dus Midnight Mass gekeken. Oh ja. En hij was echt bijzonder. Bijzonder? Ja, ik was onder de indruk. Ik heb er zelfs een nachtmerrie van gehad. Oh, maar dan moet hij wel goed zijn. Ja, nou ja, ik heb natuurlijk nogal snel Nachtmerries. Ja. Maar um, ja, hij staat dus op Netflix. Het is een beetje een, een horrorachtige miniserie. Mm -hmm. En als je hem nog niet gezien hebt, zou ik het zeker doen. Want hij is best wel spannend en ook een beetje eng. En een paar hele mini jumpscares. Maar een goed verhaal. En ik weet dus dat de regisseur dezelfde is van als... Van Hunting of Hill House. Ja, maar ook van Dr. Sleep. De verfilming van het boek van Steve Stephen King. King, ja, dus het is sowieso al helemaal in mijn straatje. ja, maar ik was onder de indruk, ja, hij staat nog op mijn lijstje, ik ben er nog niet aan toegekomen, ik zou hem zeker kijken, nou, dat ga ik dan zeker doen. <laughs> zeker, ja, uh, dan heb ik nog even een huishoudelijke mededeling, um, ik denk voor velen van jullie een niet zo hele leuke huishoudelijke mededeling, huishoudelijk, huishoudelijk. Um, vele van jullie weten dat we de afgelopen tijd problemen hebben gehad met onze show notes. Die zijn een tijdje offline geweest. Um, ze doen het weer. We hebben alleen terwijl we bezig waren met het oplossen van dat probleem besloten om vanaf nu af aan de foto's weg te laten. Ja. Uh, en dat heeft ermee te maken dat we altijd proberen Om de eigenaar van de foto's te achterhalen. En uh, mocht het zo zijn, dan moeten we ze kopen om copyright claims te voorkomen. En soms lukt dat gewoon niet helemaal. En toen we begonnen was het een hobby. En toen luisterden er tien mensen. Um, maar ja, inmiddels zijn we zo gegroeid. Um, en ja, we willen gewoon liever geen prongelijke copyright claim aan ons broek krijgen. Uh, want dat kost een hoop geld. Zeker. Uh, en daarbij is het ook gewoon oneerlijk als we uh, het werk van iemand gebruiken die uh, daar normaal gesproken zijn geld mee verdient. Maar ja, dat zeg ik soms. Is het heel moeilijk te achterhalen welke foto bij wie hoort en wat voor licentie je daarvoor nodig hebt. En sommige foto's zijn ook heel duur. Dus de linkjes blijven wel staan. Uh, dus dat blijven we gewoon doen. Maar. Ja, Google is your friend voor de foto's. Ja, ja, nee, ja. Um, ik, ja ik, kan, ik kan hier niet te veel aan toevoegen. Um, het is lastig te achterhalen als je op Google een foto uh, plaatst wat de eigenlijke bron is en of er voor betaald is of niet. Ja. En aangezien zo'n uh, copyright claim maar zo'n 400 dollar kan kosten, um, hebben we dat maar inderdaad besloten. Want uh, ja. we hebben nogal wat foto's verzameld in de afgelopen twee jaar. Ja. En als je al die foto's keer 400 dollar doet. Ja, of misschien wel meer. Ja, het is maar net hoe die licenties in elkaar zitten. En we hebben wel, weet je, goedkope foto's kunnen we dan nog wel betalen uh, als we per se die willen gebruiken. Maar ja, sommige licenties zijn ook gewoon een paar 100 uh, dollar of euro. Ja, daar hebben we gewoon het geld niet voor. En we vinden wel dat iedereen gewoon betaald moet worden voor het werk dat hij doet. Precies. Um, en dat zeg ik, toen we begonnen was het een hobby. En toen hadden we echt uh, in een jaar tijd uh, helemaal niet zoveel hits. Maar ja, de laatste tijd uh, ja, zijn we natuurlijk enorm gegroeid. Dus dat risico willen we gewoon niet lopen. Want dat is zonde van het geld dat we het toch al eigenlijk niet echt hebben. Nee. Uh, als we zo'n claim krijgen. Dus uh, ja, jongens, sorry, maar jullie moeten vanaf nu af aan zelf zoeken. Ja, en we doen af en toe natuurlijk nog wel een Instagram post. Ja. Uh, dan doen we die gewoon wat uitgebreider. Toch? Ja, dat kan toch? Je zit me heel moeilijk aan te kijken. Ja, nou, dat kan. Maar dan, kijk, het is iets minder moeite om één foto even goed te researchen of twee ja. dan de normaal gesproken 14 per aflevering ja. per onderwerp. Die we ja, doen. dat is waar. Nou, dat was onze huishoudelijke mededeling. En dan is het nu tijd voor ons sponsormoment. Ook dat nog. Ja, ja, oké. Okay. Vandaag uh, aan mij de beurt. En. Ik wil me even tot jou richten, Kim, want ja. um, jij hebt natuurlijk voor Storytel heel veel van je favoriete boeken in de app. Ja. Maar dat zijn behoorlijk volwassen boeken, mm -hmm. ja. um, moordboeken, misdaadboeken. Ja. Maar wist je dat er ook veel kinderboeken te vinden zijn? Dat wist ik, dat wist jij. Ja, nou ja, het leek mij dus ideaal voor de ouders onder ons met kleine kinderen. Of oppassen. Of oppassen heel goed, want lezen en voorgelezen worden is namelijk hartstikke gezond. Dit geldt voor zowel kinderen als volwassenen. Het werkt ontspannend, stimuleert de fantasie en vergroot de woordenschat. Op Storytel zijn voorleesboeken voor allerlei leeftijden te vinden, maar vooral ook veel luisterboeken. Bijvoorbeeld om lekker aan te zetten tijdens het spelen of juist tijdens een lange autorit. Wij mogen nu 30 dagen gratis Storytel aanbieden. Ga naar storytelcom duister en download nu de app en ga op zoek naar je volgende favoriete boek. En dan is het nu tijd dat we echt gaan beginnen. Oké, okay, dat wordt ook wel tijd, want ik ben echt heel lang. Ja, ik zag het al aan je notities, inderdaad. Wij zitten hier nog tot vannacht half twee. Dat denk ik wel, ja. <laughs> maar het is een bijzondere. Oh, ik heb er zin in. Nou, ik ga in ieder geval beginnen. Zit je lekker? Ik zit heerlijk. Oké, okay, daar gaan we. Je kent ze misschien van de Efteling-attractie Villa Volta, waarin een verhaal wordt verteld. Of misschien ken je ze van die televisieserie van lang geleden. Vandaag bespreken we de meest gevreesde roversbende uit de Nederlandse geschiedenis. De bokkenrijders. Jee! Ik denk dat heel veel mensen dat nu met jou doen. <laughs> we hebben echt ongelooflijk veel de aanvraag gehad. Ja, het heeft even geduurd, maar daar is hij dan. Volgens de legende waren de bokkenrijders een geweldplegende, moordende roversbende... die in de 18e eeuw door Limburg en delen van hedendaags Vlaanderen trok... Maar toen de mannen op de bokken ongrijpbaar leken, ontstonden er fantasierijke verhalen. Zo zou de bende de duivel aanbidden en een eet hebben geschworen om hem trouw te blijven. 's nachts reden zij door de lucht op bokken en schreeuwden daarbij een spreuk: over huis, over tuin, over staak en dat tot keulen in de wijnkelder. Maar of de bokkenrijders ook daadwerkelijk bestaan hebben, is niet helemaal duidelijk. Alhoewel daar steeds meer bewijs voor naar buiten komt. Om te begrijpen waar de legende vandaan komt, moeten we eerst iets meer weten over de geschiedenis die eraan vooraf ging. Limburg in de 18e eeuw bestond nog niet uit het grondgebied zoals we het nu kennen. De provincie was al langere tijd een mengelmoesje van verschillende nationaliteiten en mini-staatjes. Het grootste gedeelte van het huidige Zuid-Limburg werd gevormd door de landen van Overmaas. De landen van Overmaas, zoals ze soms ook wel genoemd werden, waren een aantal gebieden die tot het hertogdom Brabant behoorden. Nederland en België bestonden in de middeleeuwen uit een groot aantal graafschappen en hertogdommen. Rond de 16e eeuw behoorden al deze graafschappen en hertogdommen tot één familie, de Burgundiërs. Het krijgen en houden van een titel, zoals die van hertog bijvoorbeeld, was in die tijd een erfopvolging. En met de tijd gingen deze titels over op een andere familie, de Oostenrijkse Habsburgers. In 1506 was Karel V, na de dood van zijn vader Philips de Schone, de erfgenaam van al deze graafschappen en werd hiermee in één klap alleenheerser. Zou ook mijn achternaam moeten zijn: Philips de Schone? De Schone. Ja. <laughs> ja. Ook de landen van Overmaas vielen onder zijn heerschappij. Ze werden zo genoemd omdat ze ten opzichte van Gent, waar Karel V opgroeide, ze over de rivier de Maas lagen. Mm -hmm. In 1568 brak de 80-jarige oorlog uit tussen Spanje en de Nederlandse gewesten, veroorzaakt door strenge geloofsvervolgingen. Karel was in 1516 uitgeroepen tot koning van Spanje. Maar zoals het een echte koning betaamt, wilde hij nog meer macht. Zijn plan was om de gewesten mee te laten betalen aan de vele oorlogen die hij voerde en tegelijkertijd wilde hij de onrust die de protestanten zeiden de kop indrukken. Toen Karel in 1555 afstand deed van de troon, stond zijn zoon Philips II te popelen om hem op te volgen. Maar al snel bleek dat de gewesten niet erg gecharmeerd waren van de opvattingen van Philips, die op enkele belangrijke punten nogal verschilden van zijn vader. Waar Karel bijvoorbeeld nog geregeld rondreisde door zijn heerschappij, vertrok Philips na vier jaar naar Spanje om zich nooit meer te laten zien. Oh. Daarna stuurde hij een leger aan gezagsdragers naar de Nederlandse gewesten, zodat er precies gedaan werd zoals hij wenste. Tot die tijd hadden de edelen het nog voortzeggen zeggen gehad, maar onder de streng gelovige Philips werd dat aanzienlijk minder. Hun gezag werd vermorzeld en het volk begon steeds meer te morren. Philips zwoer daarnaast dat hij het katholiek geloof zou beschermen door het protestantisme met geweld te bestrijden. De oorlog brak uit en de Spaanse Inquisitie werd opgericht om de misdaden tegen het katholieke geloof hard te kunnen straffen. Zo werd het aanhangen van een ander geloof bestempeld als ketterij. In 1632 werd de stad Maastricht door Frederik Hendrik van Oranje veroverd, die op dat moment als stadhouder was van de provincies Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Door de verovering werd de basis gelegd voor de latere samenvoeging van de landen van Overmaas. en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. die op dat moment bestond uit Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Holland, Zeeland en Drenthe. Ja, dat zijn er acht, maar Drenthe deed op dat moment wat betreft bestuursrechten uh, niet mee. Oké. Okay. En vraag me niet waarom. Weet ik ook niet. <laughs> oh, ik dacht toch echt dat je ging zeggen waarom, nee, maar nee, nee, ik nee. weet daar het antwoord niet nee. op. In 1648 kwam er een einde aan de 80-jarige oorlog tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden door het tekenen van de Vrede van Münster. In die periode werd besloten dat enkele gebieden op een later tijdstip verdeeld zouden worden en een van die gebieden waren de landen van Overmaas. Pas in 1661 werden de landen eindelijk verdeeld tussen een Spaans gedeelte en een staatsgedeelte. Het staatsgedeelte werd aangemerkt als Generalisatieland. Generalisatielanden waren gebieden die onder gezag van de Staten-Generaal vielen. Het bestuur werd uitgeoefend door de Raad van State. In het begin van de 18e eeuw werden de Spaanse gedeelten veroverd door de Oostenrijkers. De staatse gebieden bleven in handen van de Staten-Generaal. Maar door al dit gewissel van macht raakte de bevolking steeds meer ontevreden. Zij waren vooral de dupe en hadden geen nagel om mee aan hun gat te krabben. De Spaanse Successieoorlog, die in 1701 uitbrak, zorgde voor een golf aan geweld in de streek. Enorme legertroepen staken de landerijen in brand en lieten een groot voedseltekort ontstaan en andere noodzakelijke middelen, met een steeds meer verarmende bevolking tot gevolg. De vrede van Rastad beëindigde in 1714 deze oorlog en weer werden de gebieden verdeeld. De tien zuidelijke provincies werden toegewezen aan de Habsburger familie en werden de Oostenrijkse Nederlanden genoemd. Daartoe behoorden ook de landen van Overmaas. Na de oorlog zwierf er veel vreemd volk rond. Uit het leger ontslagen of gedeserteerde soldaten. Waren op zoek naar een inkomen en voedsel en trokken al rovend en plunderend door de streek. De omstandigheden waren ronduit vreselijk. Het voedsel was nu echt op, wat tot honger onder de bevolking leidde. Uiteindelijk zagen veel burgers die hun gezinnen moesten voeden geen andere uitweg dan zelf te gaan stelen. In 1734 vond er een golf van berovingen op kerken plaats. Op brute wijze werden er waardevolle voorwerpen gestolen. Deze rooftocht verspreidde zich over de hele Oostenrijkse Nederlanden en sloeg over naar het graafschap Valkenburg. Maar het bleef niet langer bij alleen kerken. Ook rijke boeren en landerijen werden het doelwit van nachtelijk geweld. Hier bestond de buit voornamelijk uit linnengoed, geld en kleding. Bij de bewoners van de Oostenrijkse gebieden was de angst bijna tastbaar. De rijkste boeren verborgen hun kostbaarheden, maar werden steeds vaker het slachtoffer van mishandelingen en geweld. Tientallen edelen werden vermoord, zodat ze beroofd konden worden van hun geld en juwelen. En het zou om een geheim roversgenootschap gaan, die verantwoordelijk werd gehouden voor al deze plunderingen. En dit genootschap kreeg een naam: De Bokkenrijders. Steeds meer verhalen over de bokkenrijders ontstonden die bij nacht en ontij hun slag probeerden te slaan. Het volk beschouwde deze benden als ware duivels. Geruchten over mannen die op bokken door de nacht vlogen begonnen zich te verspreiden. Dit kwam vooral voort uit de overtuiging dat de duivel eruit zag als een bok. En hoe was het anders mogelijk dat de bende op zoveel plekken tegelijkertijd kon toeslaan? De rovers moesten zich wel door de lucht verplaatsen. Alleen zo zouden zij in staat zijn om zulke afgelegen hoeven en kerken te kunnen plunderen. En daarnaast ontvingen veel boeren dreigbrieven, wat de angst alleen maar groter maakte. In de donkere avonden van de 18e eeuw, toen alleen kaarsen licht brachten in de duisternis, vertelden families bij de haard de legende van de bokkenrijders. Zo zouden ze één keer per jaar op hun woeste bokken naar de Mokerheide, na het blij Nijmegen, trekken. om daar hun meester, de duivel, te dienen. waar hij, hun duistere heer, een orgie zou organiseren. Voor die bokken? Nee. Of voor die mensen? <laughs> voor die mannen. Okay. En ze moesten daarna God en zijn apostelen afsferen en hun trouw aan de duivel beloven. Mm, ja, dus het zal een gezellige... Geboel geweest zijn, ja. Geboel? Ge ja, gezellig geboel. <laughs> een bende wilde ik zeggen, maar <laughs> dat is ook een beetje dubbel. Maar goed, het idee dat de bokkenrijders één grote club was... is waarschijnlijk niet terecht. Veel geloofwaardiger is het dat er meerdere kleine groepen actief waren. De eerste misdaadgolf deed zich omstreeks 1730 voor... en duurde tot de herfst van 1742... De kern van deze eerste bende bestond uit een groep van vilders. Deze mannen, ook wel fillers of koudslachters genoemd... hadden de minder fijne taak om zieke dieren af te maken... gestorven vee of paarden te vullen en om hun kadavers te vernietigen. Ook traden ze op als assistenten van de schout... en hadden als bijkomende taak de lijken van geëxecuteerde gevangenen... te transporteren of uh, van de galg te halen en dan te begraven. Hmm. Wat de Vilders in de Bokkenrijders aantrok, maar ook samenbracht, waren niet alleen relaties van verwantschap, zoals huwelijken, maar ook hun gedeelde, uitzichtloze toestand binnen de gemeenschap. Ze waren arm en hadden moeite met het onderhouden van hun gezinnen. Terwijl zij niet eens een zak aardappelen konden betalen, reden de rijke edelen rond in hun prachtige koetsen en woonden ze in dure huizen. Niet zo verwonderlijk dat deze groep mannen, die zich zo benadeeld voelde en eigenlijk ook wel benadeeld werd, in opstand kwam. Maar ook hun vrouwen speelden een grote rol. Verkleed als man en meestal tot op het bot bewapend, verschilden ze nauwelijks van de mannen en namen actief deel aan de overvallen. Heel vet. Sommigen werkten zich zelfs op tot hoge rangen, zoals die van generaal of kapitein. Het is dus een beetje. Qua rangen en standen, dat van het leger. Ja, oké. Okay. De eerste golf overvallen waar ik het net al over had... eindigde met de arrestatie van Peter Dauve. De bokkenrijders konden onder leiding van Matthias Pons... ruim 14 jaar lang ongestoord hun misdaden plegen. Daar kwam een einde aan toen het de schout van Merkstein lukte... om een belangrijke vangst te doen... die tot het bijna volledig uitroeien van de bende leidde. In januari 1741 werd de rijke boer Johannes Vrijns uit Bardenberg... in het holst van de nacht overvallen door de bokkenrijders. Ze plunderden zijn voorraadschuur en stalen zijn juwelen. Nauwelijks twee maanden later, in maart 1741... werd boer Vrijns opnieuw door de bokkenrijders beroofd. De familie sliep zo vast dat de bende ongestoord hun gang kon gaan... Dit keer was de buit nog groter. Ondanks dat niemand iets gehoord of gezien had... viel al spoedig de verdenking op de broers Johannes en Peter Dauven. Johannes Dauven was enige tijd geleden... bij boer Vrijns als houthakker in dienst geweest... en was getrouwd met Anna Barbara Pennard, een dochter van de gevreesde bokrijder Johannes Pennaerts... en zijn vrouw Gertrudis Doutzenberg... In het geheim bereidde de schout van Merkstein een huisbezoeking bij de familie Dauwe voor. En in de nacht van 9 juli 1741 stond hij onaangekondigd bij de familie op de stoep. De vrouw van Boer Vrijns, die met de schout was meegekomen, herkende enkele van haar juwelen die uit haar huis gestolen waren. Johannes Dauwe en zijn vrouw Anna werden ondervraagd, maar er begingen een merkwaardige fout. Kort daarvoor probeerden ze gestolen spullen onder hun kleding te verbergen. Ze slaagden daar echter niet in... en voor de schout was dit voldoende om Johannes, Peter en Anna te arresteren. Diezelfde nacht nog werden zij naar kasteel de Herzogenraad en Rad gebracht en opgesloten. Anna probeerde tijdens hun terechtstelling hun hachje nog te redden... en kwam met het kletsverhaal dat de goederen van hun buurman Jozef Brouwers gekocht waren. Jozef! Ja. De schout werd nu min of meer verplicht om een huisbezoeking bij Jozef Brouwers te doen, en inderdaad, er werden goederen gevonden van Boer Frijns. Van Jozef Brouwers werd geen enkel spoor gevonden en verondersteld werd dat hij gevlucht was. Op de pijnbank, tenslotte, gaven Johannes en Peter uiteindelijk toe dat zij de diefstal bij Boer Frijns hadden gepleegd en moesten in de gevangenis wachten op hun berechting. Daar hoorden zij dat hun medeplichtige buurman Jozef Brouwers en hun neef, die ook Peter heet en aanwezig was geweest bij de overval, samen een geslaagde ontsnappingspoging hadden gedaan. Acht maanden na hun arrestatie, op 8 augustus 1741, werden Johannes en Peter Douve opgehangen. Anna werd voor eeuwig verbannen en als zij toch een poging zou doen om terug te keren, dan zou ze onmiddellijk aan de galg worden opgehangen. Het bleek later Anna geweest te zijn die haar echtgenoot Johannes en zijn broer had aangespoord om op boevenpad te gaan. Haar vader en haar broer Nicolaas waren beruchte bokkenrijders. Ze had het dus niet van een vreemde. Ze verweet haar man Johannes vaak dat hij geen pogingen had gedaan om hen door middel van diefstal te onderhouden. Rebelse vrouw. Ja. En toen het stof was neergedaald keerde neef Peter Douven terug. Hij verkeerde in de veronderstelling dat de storm was gaan liggen en dat hij wel weer op oude voet verder kon gaan. Maar daar had hij zich nogal in vergist. Hij werd vrijwel meteen aangehouden en opgesloten in het kasteel in Herzogenrad. Het betekende het einde van de eerste bende bokkenrijders. Hey, wat jammer nou. Ja, op de pijnbank gaf Peter alles toe. Hij onthulde alle geheimen van de bende en noemde de naam van enkele leden. Waaronder die van Nicolaas Peters. Na deze bekentenis werd Nicolaas onmiddellijk in hechtenis genomen, die op zijn beurt de namen van alle leden gaf. Een van de eerste arrestaties waren die van Andries Konsten en zijn halfbroer William Kwadvlieg. Kwaad... Sorry, het is een beetje een ingewikkelde naam. Kwadvlieg. Kort daarop werd Anna gearresteerd, die toch weer was opgedoken in de omgeving. Zij sleed haar leven in de cel, maar werd op 31 augustus 1743 opgehangen aan dezelfde galg als haar man. Ook de beruchte herbergier Johannes Vinken van Merkstein, die ook wel de bijnaam 'de overste van alle gauwdieven' had, en de filder Matthias Pons uit Hoensbroek werden opgepakt. Pas later bleek dat deze twee mannen een behoorlijk hoog aanzien binnen de bende hadden. Johannes Vinken wist echter uit de gevangenis te ontsnappen en vluchtte naar Luik. Daar leefde hij nog enige tijd in vrijheid, maar werd alsnog opgepakt en stierf aan de galg. De arrestaties, folteringen en terechtstellingen gingen op volle kracht door. Twee jaar lang werd er intensief gewerkt om de bokkenrijders uit de weg te ruimen. Met regelmaat van de klok stierf bokkenrijders aan de galgen die op tal van plaatsen voor dat doel waren opgebouwd. Op de Heesberg in Heerlen had men zelfs twee galgen nodig om zo effectief mogelijk te werken. In Kerkrade werden 35 bokkenrijders opgehangen en in Schaasberg stierven er 16 aan de galg. Pas in 1745 daalde het stof enigszins, maar toch wisten ook velen te ontkomen. Dat de bokkenrijders berucht en beroemd waren is dus wel duidelijk. Hun goede organisatie, zittend op hun duivelse bokken die door de lucht konden vliegen en hun moed, wekte zowel angst als bewondering. Pas rond de jaren zestig van de volgende eeuw was de pijn die de bende veroorzaakt had niet meer zo extreem en kon er weer over hen gepraat worden. Al die jaren daarvoor werden zij min of meer doodgeswegen. Opvallend is... Is dat zonder de schriftelijke geschiedschrijving en de eeuwenlange verzwijging in heel wat Belgische, Nederlandse en Duitse regio's het thema bokkenrijders onder de mensen is blijven voortleven? Tegenwoordig staan de bokkenrijders in een heel ander daglicht en is duidelijk dat veel bendeleden uit die tijd compleet onschuldig waren. Dat zal best zijn. Ja. ja, de gevestigde orde misbruikte de bende waarschijnlijk om angst te zaaien en om hun eigen voet in de aarde verder te verstevigen. Dit deden ze door absurd hoge en bijna onmenselijke straffen uit te delen aan iedereen die zich misdroeg, niet gehinderd door enige vorm van ratio. Nee, natuurlijk niet. Nee. En voor we afsluiten vandaag vond ik in de archieven op het internet een verhaal uit het Limburgs met SCH dagblad, het Limburgs dagblad, dus geschreven in 1626 een verhaal van ha Hamers in het, nou ja, laten we zeggen Ouderwet Nederland. Maar dat heeft ook wel zo zijn charme. Ik het, ben heel benieuwd. Het gaat over een dappere pastoor uit Walhoorn. Pastoor Hennesse uit Walhoorn was een krachtige, buitengewoon sterke man. Hij was niet makkelijk uit het veld te slaan. Graag bewoog hij zich onder zijn eenvoudige, maar werklustige Walhoorners... Met hevige woorden ging hij de keer tegen de heiligende rooftochten der bokkenrijders die het op kerken en pastories gemunt hadden. Hierbij wees hij op de inbraak in de kerk van Baasweiler in 1734, in de kerk van Merkstein en in de kerk van Eichelshoven in 1736 en spoorde zijn parochianen aan krachtig mee te werken om de lage boosdoeners op het spoor te komen. Mm -hmm. De meeste pastoors in die dagen leefden in angst en zagen ongaarne der naderende nacht tegemoet, want ze wisten dat haast geen nacht voorbij ging. Of de rovers hadden een kerk of pastoorswoning leeggeplunderd. Het was een prachtige juliavond in 1737. Tot laat in de avond rusten de afgewerkte en uitzwoegende boeren van hun zwaar dagwerk uit bij de alouden boom bij de kerk te Walhorn. Daar sloeg het torenklokje tien en ieder spoede zich naar huis en zocht zijn leger op om in alle vroegte zijn zwaar oogstwerk met nieuwe moed te hervatten. In deze zomerdag gebeurde echter iets vreselijks. De bokkenrijders bezochten en plunderden de Walhoornse pastorie. Alle kostbaarheden uit alle vertrekken der pastoorswoning werden ingepalmd en meegenomen... behalve uit de kamer waar de pastoor sliep. Het verlaten van de pastorie schijnt niet zo zacht geweest te zijn als het stelen toegegaan zijn... want pastoor Hennesse werd plotseling wakker en bespeurde onraad. Hij sprong uit zijn bed en liep naar de torenklok en luidde de stormklok... Verschrikt werden de dorpsbewoners wakker en weldra verzamelden zich tal van sterke mannen zich bij de kerk en onder leiding van den pastoor begon spoedig de achtervolging der gevreesde dieven. De dieven meenden niet dat zij achtervolgd werden, doch werden in het roversbos bij rare ingehaald. De achtervolgers waren echter zonder wapens en toen enige van hen flinke klappen opliepen, meenden ze wijselijk te doen. Met om te keren. De pastoorechter hield zijn achtervolgingswerk vol en verloor de dieven niet uit het oog. Voort ging het door velden en bossen, langs weiden en dorpen. Uiteindelijk kwamen ze bij het dorp Wittem. Daar stapte de inbreker zijn nederige woning binnen en Pastoor Hennesse rustte hier een half uurtje uit van zijn wilde achtervolgingsrit. Toen ging hij weer terug naar Walhoorn en zocht uitgeput tegen den morgen zijn rustbed op. Postor Hennesse was dus door de bokkenrijders straatarm geworden. Sanderdaags morgens na de mis nam hij zijn ontbijt en staarde met grote ogen voor zich uit en pijnste na over hetgeen hem te doen stond. Hij wist dus waar zich gestolen goederen bevonden. Zou hij de zaak in handen der politie geven? Nee, hij zou zelf de zaak opknappen, zijn goederen terughalen en met de rovers afrekenen. Johan, Johan, zo riep de herder, en spoedig verscheen zijn reuze sterke knecht Johan Polmart. Gij weet, Johan, welke vreselijke slag ons gisteren trof, maar ik weet het roofnest. Johan, ik ken mezelf. Daarbij weet ik over welke Herculeskracht jij beschikt. Wat zullen we doen? Met de politie naar de schelmen gaan? Of zullen we met z'n tweeën het nest uitroeien? Heer, als u de plaats weet, zullen we de gestolen goederen wel terughalen, al was het krot vol rovers. Nu dan, Johan, we zullen ons als boeren verkleden. Zorg voor de nodige kledij en twee zware eikenstukken. Dan zijn we spoedig op stap. Gewapend met een dikke eiken knuppel waren de pastoor en zijn knecht Johan weldra op stap. Zonder ophouden ging de reis door tot Mechelen. Hier gingen beide even verpozen bij een eerwaarde heer pastoor. De Mechelse pastoor beefde inderdaad toen hij hun doel hunner reis vernam. Zo optreden tegen zulke een geheimzinnige, machtige bende, zagen ze er dan niet in dat ze met hun leven speelden? Pastoor Hennesse liet zich echter niet afschrikken. Niet zijn onverzaagde knecht aan zijn zijde stapte hij door tot Wittem. Daar bezocht hij tegen den avond een herberg en verzocht en verkreeg voor de volgende nacht een nachtverblijf voor zich en zijn knecht. Pastoor Hennesse stelde niemand de Wittem in kennis met het doel zijn reis. Snachts echter vernam de waardin reeds het plan van den pastoor. Zij kon de hele nacht de slaap niet vatten. Bij het krieken van de dag klopte Wardin behoedzaam de trap op en wekte den heer pastoor. Zij vertelde hem alles wat zij die nacht vernomen had en riet hem ten zeerste aan zo vroeg mogelijk haar huis te verlaten en zich door haastige vlucht in veiligheid te stellen. Vrouwke, ik dank u voor uw mededelingen, antwoordde de pastoor. Ik ben naar Wittem gekomen om mijn gestolen goederen terug te halen... en om de snode dieven hun welverdiende straf te geven. Reeds in een vroege morgen trok pastoor Hennussen met zijn knecht Johan... naar het huis waar de gestolen goederen bewaard werden. Ze stieten de buitendeur open nadat op herhaald geklop geen gehoor werd gegeven. Ze zochten het huis af en vonden eindelijk de gestolen zaken weer... Plotseling echter werden ze besproken door twee wakers die in een hoek op de loer lagen. Er ontstond een vreselijke worstelpartij. Johan de knecht had spoedig zijn tegenstander onschadelijk gemaakt en eilde zijn worstelende heer te hulp die met een reusachtige tegenstander te doen had. Johan kneep een sterk dief enige minuten de keel dicht en de pastoor was vrij. Juist wilde pastoor Hennessus en zijn knecht het bokkenrijdershuis verlaten, of daar verscheen een groot gedeelte der bende op den drempel. Reeds voor de Heer Pastoor zich te weer kon stellen, trof hem de dodelijke kogel van den aanvoerder. De knecht verweerde zich dapper, links en rechts om zich heen, toch hij alles overhoop. Nog slechts één man stond overeind, doch, helaas, daar trof ook hem, hoewel niet dodelijk, een vijandelijke kogel. De trouwe dappere Johan zonk neer. Bokkenrijders wijven drongen naar binnen en trapte op den arme held tot zij meende dat hij dood was. Daar kwam echter goedgezinde hulp op dagen. De kreunende pastoor werd verbonden, doch is aan de bekomingen wonden overleden. De heldhaftige knecht Paul Polmart herstelde en heeft nog 15 jaar als kreupele geleefd. Eigelshoven, december 1926. En uh, moraal van dit verhaal? Geen idee. Nee. Geen idee. Nee. Die pastoor, die wordt beroofd. Ja. Die gaat het terughalen. Ja. Hij loopt het hol van de rovers leeuw in. in. Ja. Ja. ja, ja, ja. En dan gaat hij dood. En hij wordt echt meteen afgeklapt. Ja. En de en knecht Johan, die redt het nog even. Ja, maar zo, ze hebben dus nog steeds die spullen niet terug. Nee. <laughs> ja. Bijzonder, bijzonder. Ja, dus uh, als jij de verhaal van dit... of de moraal van dit verhaal weet... laat het me vooral weten. Ik heb het niet gevonden. Nee. Um, maar goed, dit is einde deel 1. Volgende week vertel ik iets meer over de bende zelf. Dus dat was mijn kans van vandaag. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het zeker leuk. Ik moest ook de hele tijd... in het begin over de Spaanse Inquisitie... moest ik dus de hele tijd dwaalden. Mijn gedachten eens een beetje af. Ja, ik weet naar wat jij bedoelt. Ja. Naar de Amsterdam Dungeon. Uh, en ik heb uh, een paar keer terechtgestaan voor de Spaanse Inquisitie. Nou, voor de rechter, ja. ja uh, maar ja, Amsterdam Dungeon is super tof, vinden wij. Uh, gaat over de geschiedenis van Nederland en Amsterdam. Ja, maar ik vind, jij vindt dat super tof? Ik niet, want ik word daar de hele tijd dus gewoon zwaar in de maling genomen door al die verklede mensmonsters. Maar je moet ze niet laten zien dat je bang bent. Dat ruiken ze. Het en zijn dan leeuwen. En dan komen ze op je af. Ja, nou, ik ben altijd de Sjaak. En hoe cool ik ook doe... ik word altijd in de zeik genomen door van alles en nog wat. Ja, maar aan de andere kant, ik ben dus daar vermoord als heks. Ja ja ja. Ik heb een paar keer terecht gestaan. Je hebt op de brandstapel gezeten. Ja. Um, dus ik ben niet per se uh, niet de zaak daar. Nee oké. Okay. Dus. We zijn al een tijd niet meer geweest. Dit is overigens geen reclame voor nee, Dungeon. Dit is dungeon. geen, uh, geen uh, het is wel reclame, maar geen uh, hey. gesponsorde reclame. <laughs> Tipje van ons. Gewoon nou ben jij er klaar voor? Nee, maar ik ga het toch doen. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Mm -hmm. Oké. Okay. Vandaag neem ik jullie mee naar Australië. Oh. Voor de Kimberley-moorden. Oh. Uh -huh. Oké. Okay, okay. mm -hmm. Jij dacht, yeah. ik ga mezelf uh, centraal stellen. Ja, vond ik wel eens tijd worden. <laughs> ja. Mag het ook een keer over mij gaan? <lacht> nou. <lacht> nee, grapje. Uh, ja, Australië dus. Het is juni 1987 en Marcus Ballen en zijn vrouw Winifred maken een roadtrip door Australië met hun zoon Lance en zijn vrouw Joan. Marcus was local burgemeester van de stad Fremantle, maar is nu gepensioneerd. Ze komen uit West-Australië en bevinden zich nu in Noord-Australië. Ze zijn al een paar weken onderweg en ze maken zich klaar voor de laatste kilometers van hun reis. Ze zijn van plan om op hun gemak de laatste 3.000 kilometer naar Perth te rijden. Op 8 juni komt de familie aan in een piepklein plaatsje genaamd Timber Creek. Hier stoppen ze om te overnachten bij de Wayside Inn in een Park. Voor de familie is de Wayside Inn een welkome afwisseling van de primitieve kampeerplekken waar ze de afgelopen tijd verbleven hebben. Hier kunnen ze onder een warm douche, er zijn gewoon toiletten. En ze kunnen hier hun was doen. Ze zijn van plan om vanuit Timber Creek naar de grens van West-Australië te reizen en dan door te rijden naar Kimberley. Voordat ze dat doen, hebben Marcus en Lance iets anders in gedachten: ze willen vissen. Marcus en Lance zijn dol op vissen en het stuk van de Victoria-rivier dat langs Timber Creek loopt, is beroemd voor het vissen op Paramundi. Baramundi is een baarsachtige, voor wie het interesseert. <laughs> ik um, zie ze hier altijd bij, mee koken bij Masterchef oh. Australië. Oh. Want dat is, ja, Australië. Baramundi dus. Baramundi. Oké. Okay. Een baarsachtige. Ja, bedankt hiervoor. Ja, ik deel graag informatie. Ja. De Victoria Rivier is met 560 kilometer... een van de langste rivieren van het Noordelijk Territorium. Hij begint bij het Gregory National Park... en mondt uit in de Joseph Bonaparte Golf. Ah, twee. Ja, en dat is twee. Dat is twee. Een, uh, dat is een onderdeel van de Timorzee. De Timorzee? De Timorzee. Oh. Het schijnt een hele mooie rivier te zijn, al stikt het er wel van de Zuidwaterkrokodillen. Van de Baramundi. Ook en krokodillen. Oh. Nadat ze de nacht bij de Wayside Inn hebben doorgebracht, vertrekken Marcus en Lance de volgende dag met de auto van de familie om op zoek te gaan naar het perfecte plekje om te vissen en om hun kamp op te zetten. Ze laten Winifred en Joan achter bij de Wayside Inn en vertellen ze dat ze met een uurtje weer terug zullen zijn. Marcus en Lance rijden de weg op die langs de rivier loopt, en vlak voordat deze van de rivier af begint te buigen, slaan ze af een onverharde weg op. Ze volgen het pad richting de oever van de rivier. Hier vinden ze de perfecte plek voor hun plannen. Er zijn bomen die voor schaduw zorgen, en het is ver genoeg van de weg af om afgelegen en privé te voelen. Helaas voor Marcus en Lance is de plek niet zo perfect als ze op het eerste gezicht dachten. Op het moment dat ze uit hun auto stappen, komt er een man tevoorschijn met een kaliber 223 geweer in zijn handen die hij op ze richt. Voordat ze ook maar de tijd hebben om na te denken of te reageren, beveelt de mans op hun knieën te gaan zitten. Dan, zonder enige waarschuwing, haalt hij de trekker over en schiet beide mannen van achter neer. Ze maakten geen enkele kans. Ze zijn op slag dood. Ondertussen wachten Winifred en Joan op hun mannen. Als het eerste uur voorbij is, zijn ze niet verbaasd dat de mannen nog niet terug zijn. Waarschijnlijk hebben ze een goede plek gevonden om te vissen en zijn de tijd uit het oog verloren. Tegen de tijd dat het tijd is voor de lunch en de mannen er nog steeds niet zijn, beginnen ze zich wel af te vragen waar ze blijven. In de Australiaanse Outback kan er een hoop misgaan. En als je niet goed voorbereid bent, dan kan het zelfs gevaarlijk zijn. Winifred en Joan laten alle mogelijkheden de revue passeren. Hebben ze autopech? Hebben ze een ongeluk gehad? Zijn ze verdwaald? Zijn ze aangevallen door een dier? Als de mannen halverwege de middag nog steeds niet terug zijn bij de wayside in... nemen ze contact op met de politie. Die dag hebben agent eerste klasse Martin Plamp en agent Brad Thorpe dienst bij het politiebureau van Timber Creek. Het eerste wat ze doen is checken of er ergens langs de snelweg een auto-ongeluk is gebeurd. Dat kunnen ze vrij snel uitsluiten, dus richten ze hun aandacht op de populaire visplekken in de buurt. Ze gaan ze allemaal af, maar vinden Marcus en Lance nergens. Minuten worden uren en als het donker begint te worden... is er nog steeds geen spoor van de twee mannen. In het donker kunnen ze vrij weinig beginnen... dus ze stellen de zoektocht uit naar de volgende ochtend... zodat ze verder kunnen zoeken bij daglicht. Rond vijf uur s middag ziet de eigenaresse van de Wayside in... Helen Anderson, een witte Toyota Forerunner, dat is een SUV... op haar parkeerterrein staan... De politie had haar gevraagd op te letten of ze zo'n auto voorbij zag komen, omdat die als gestolen was opgegeven. Hij voldoet niet helemaal aan de beschrijving, want hij heeft kentekenpraten uit Queensland. Maar voor de zekerheid meldt ze hem toch bij de politie. Je weet het tenslotte nooit. Slim, heel slim. Zodra de zon opkomt, gaat de zoektocht naar Marcus en Lance verder. Na een paar uur vinden ze de uitgebrande auto van de twee bij de Victoria Rivier. Iets verderop, in de buurt van de auto, vinden ze twee ondiepe graven. In de graven vinden ze de naakte lichamen van Marcus en Lance. Voor de politie bestaat er geen twijfel: deze twee mannen zijn vermoord. Ze zetten het gebied af en er wordt contact opgenomen met het hoofdbureau van het Noordelijk Territorium in Darwin. Niet veel later verklaart assistent-commissaris Neil Plamp. Het gebied tot een plaatsdelict en er worden direct rechercheurs, moordzaken, forensische experts en een patholoog ingezet. Het Major Crime Team, zoals dat in Australië zo mooi heet, vertrekt gelijk naar Timber Creek. Het is meer dan zes uur rijden, dus het team gaat met een klein vliegtuigje. Als ze geland zijn, worden ze opgewacht door Martin Plamp. Hij neemt ze mee naar de plaatsdelict waar het team gelijk aan de slag gaat. Terwijl Tima Darwin hun werk doet, is het aan Martin Plump en zijn collega Per Torp om Winnie, Fred en Joan op de hoogte te brengen van het vreselijke nieuws. Het forensisch team doet er een paar dagen over om de plaatsdelict grondig te onderzoeken. In de eerste instantie hebben ze er moeite mee om te bepalen wat er precies gebeurd is. Als ze de lichamen van de man inspecteren, denken ze dat ze neergestoken zijn. Het is niet meteen duidelijk dat het om een schotwond gaat. Jammer genoeg is er een of andere Rick die voor de lokale politie werkt... die zodra hij deze foute informatie heeft... naar de kroeg van de Wayside ingaat... de muziek zachter laat zetten... en luidkeels verkondigt... dat Marcus en Lens om het leven zijn gekomen... door messteken. Wat? Hoezo? Ja, Omdat ze dat dus denken. Omdat ze dus nog niet in de gaten hebben... dat het om een schotwond gaat. Maar dat ga je toch niet in een kroeg staan vertellen? Nee, natuurlijk niet. Maar deze lamlul dus wel... Nou ja, zeg. Ja, die is niet zo heel slim. Nee. Nee, en dit nieuws verspreidt zich natuurlijk als een lopend vuurtje. En het duurt niet lang voordat dit wordt opgepakt door de media, die vrolijk foutieve informatie verkondigden. Je kan het ze natuurlijk niet helemaal kwalijk nemen, want het nieuws kwam wel van een politieagent. Mm, ja. Als ze zeker weten dat ze de hele plaats delict en de lichamen goed onderzocht hebben, komt de politie met een theorie. Ze weten inmiddels dat ze niet neergestoken zijn... maar dat ze door een geweerschot om het leven zijn gekomen. Tijdens hun onderzoek hebben ze een hoop bewijs verzameld... waaronder bandensporen, schoenafdrukken, sleepsporen, bloedvlekken... en een patroonhuls van een .223-kogel. De politie denkt dat het volgende is gebeurd. Nadat hij de mannen heeft neergeschoten, kleedt hij ze uit... en sleept ze naar de ondiepe graven die hij eerder gemaakt heeft... Hun kleren en de rest van hun spullen gooit hij in hun auto. Hij stapt in de auto en rijdt een klein stukje naar de plek waar hij hem in de fik steekt. Voordat hij dat doet, verwijdert hij eerst de kentekenplaten. Zodra de auto vlamvat, maakt hij zich uit de voeten en vertrekt in zijn eigen auto. Terwijl het forensisch onderzoek nog aan de gang is, zet de politie zoveel mogelijk wegversperringen op in een poging de dader te vinden en zijn kans om te ontsnappen te verkleinen. Ze doen hun uiterste best, maar het is echt een vrijwel onmogelijke taak. Het gebied waar het om gaat is zo groot als Frankrijk, Spanje en Italië bij elkaar. Wat? En dan heb ik het dus over dat gebied hè, en niet over Australië als land, maar gewoon nee, nee. alleen het noordelijk territorium. Holy moly, dat is wel echt enorm ja. Dat is echt enorm. Het verhaal is inmiddels opgepikt door lokale en nationale media en die doen uitgebreid verslag. Het is echt overal in het nieuws. Helaas, voor de politie heeft de moordenaar een behoorlijke voorsprong op ze. Na de moord is hij even gestopt bij de Wayside Inn, waarna hij via de Victoria Highway de staatsgrens overgaat. Zo so, hoppa de Kimberley-regio in in West-Australië. Voordat ik verder ga, wil ik even mededelen dat mijn naam... en die van de Australiaanse Kimberly niet hetzelfde gespeld worden. Ik heb namelijk geen E tussen de L en de Y. Ja, en als je denkt, waarom zegt die vrouw in godsnaam Australiaanse? <laughs> ja, maar dat, dat hebben we volgens mij in aflevering drie of zo een ja, keer uitgelegd. Het valt me niet eens meer op. Ik heb het ook, ik zie nu, ik heb het ook gewoon opgeschreven. Ja, nou, ik heb ooit de... <laughs> nou ja, hysterische spreekfout... Australiaan gemaakt in plaats van Australier, Australier. Um, en die hebben we erin gehouden. Ja, en, akkoord. En nu is het zo ingeburgerd dat ik dus in, zelf niet eens meer in de gaten heb. Omdat ik dus <laughs> Je gewoon zei het net ook Australiaanse, al, Australiaanse uh, schrijven af en toe, of, en dus ook zeg, <laughs> um, maar ik heet dus Kimberly met ly. En hier zit dus nog een E Tussen, e -tussen. ik ben ook niet hiernaar vernoemd. Uh, nee, <laughs> nee, ik ben vernoemd naar uh, Engelse toiletartikelen. Ja, echt? Kimberly Clark? Die ja. toiletpapierhouders ja. en zo en safe dispensers. Oh, ja? Kimberly Clark, ja. Oh, dat wist ik ook niet. Tenminste, uh, dat is uh, wat, ik, wat ik moet geloven. Oké, okay. denk ik. Goed. Um, Kimberly, dus, is echt enorm groot: 423.000 vierkante kilometers groot. Dat is drie keer zo groot als Engeland in zijn geheel. Oké. Okay. Nou, dat is ja, oké. Okay. Maar dat is niet zo groot als Spanje, Frankrijk, Portugal. <laughs> Griekenland, nee. Griekenland. Nee, 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 nee. Spanje, Italië en Frankrijk. Kimberley beslaat de hele noordwesthoek van Australië. In dit hele grote gebied zijn maar drie steden tussen haakjes met meer dan 2000 inwoners. Broome is met iets van 12.000 inwoners de grootste. Op de tweede plek komt Cannonara met zo'n 4500 inwoners. En op de derde plek staat Derby met iets meer dan 3.000 inwoners. In de hele Kimberley-regio woonden er in 2011 34.794 inwoners. In een gebied van drie keer zo groot als Engeland. Dat is echt helemaal niks, hè? Nee, dat is echt helemaal niks. Ze hebben ook maar twee hoofdwegen. De ene is zo'n 3200 kilometer lang en loopt over de hele lengte van de staat. En de andere is zo'n 660 kilometer lang. Op... Dat is vanaf hier naar, naar Parijs ongeveer, hè? Ja, zoiets, ja. Hm. Ja, dat is echt bizar. Ja. Op zaterdag 13 juni 1987 gaan Julie Warren, haar verloofde Philip Malkmire en hun vriend Terry Bolt een weekendje vissen. Ze vertrekken in Philips Toyota naar de Pentecost rivier. Ze rijden zo'n 110 kilometer en als ze aankomen bij de Pentecost River Crossing, een picknickplaats, besluiten ze daar hun kamp op te slaan. De picknickplek ligt op zo'n 3 kilometer bij de rivier vandaan. Even later wordt het gezelschap uitgebreid met twee andere vrienden, David Mackenzie en Daniel Rowe. David werkt samen met Terry en Philip bij de afdeling Luchtvaart van Canonara. De vrienden brengen het grootste gedeelte van de dag vissend door en rond middernacht gaan ze naar bed. De plek waar ze kamperen is erg populair. Dat weekend zijn er nog andere mensen die op dezelfde plek kamperen en genieten van de rivier. Twee van die mensen zijn Desmond Murphy en Branko Mikovic. Zij hebben de nacht iets verderop doorgebracht... en op zondagochtend verhuizen ze hun spullen naar de picknickplek... waar ze vlakbij Julie, Philip, Terry, David en Daniel komen te staan. De vijf vrienden ontbijten samen, vissen nog een paar uurtjes... en dan pakken David en Daniel hun spullen. Zij gaan alweer naar huis. Rond kwart over elf pakken Desmond en Branco hun spullen in en vertrekken ook naar huis. Terry en Philip zitten dan voor hun tent en Julie is bezig de slaapspullen in te pakken. Het kleine aluminium bootje met buitenbordmotor die de vrienden bij zich hebben, ligt aangemeerd in het water van de rivier. Op maandag 15 juni komt David McKenzie op zijn werk aan en ontdekt dat Terry en Philip allebei niet aanwezig zijn. Hij vraagt zich af waarom ze er niet zijn en belt naar hun huis. Er neemt niemand op. Hij besluit contact op te nemen met Julie's werk om te vragen of zij weet waar zijn vrienden zijn. Als hij haar werk aan de telefoon krijgt en naar haar vraagt, wordt hem verteld dat Julie niet op haar werk is verschenen. Nu gaan de alarmbellen bij David af. Hebben ze een ongeluk gehad? Hebben ze autopech? Kunnen ze niet bij de rivier weg? Hij gaat langs de huizen van zijn vrienden, en als daar geen teken van leven is, besluit hij samen met een collega terug te rijden naar Pentecost River om te kijken of zijn vrienden daar zijn en hulp nodig hebben. Als ze bij de plek aankomen, vinden ze de uitgebrande Toyota van Philip nog smeulend in de bosjes vlak bij de plek waar ze gekampeerd hebben. Philips boot, zonder de buitenboordmotor, ligt aan de oever aan de andere kant van de rivier. Julie, Philip en Terry zijn nergens te bekennen. David schrikt zich natuurlijk een ongeluk en zorgt ervoor dat de politie van Windham gewaarschuwd wordt. Het duurt even voordat de eerste agenten arriveren, want Windham ligt ongeveer een uur verderop. Ze onderzoeken de plek waar ze gekampeerd hebben en de auto. Ze vinden de buitenboordmotor van de boot in de kofferbak, samen met een gasfles en andere kampeerspullen. In het gebied in de buurt van de kampeerplek vindt agent Barry, ik weet niet of dit zijn voor- of achternaam is, ja. een paar kleine plekjes met bloed op de grond. Ze zoeken verder naar Julie, Philip en Terry en rond kwart over vier vinden ze het naakte lichaam van Julie. Ze ligt op haar buik aan de oever van de rivier, ongeveer 500 meter bij de plek waar ze gekampeerd hebben vandaan. Ze heeft een schouderwond die overeen lijkt te komen met een kogelwond. De moorden op Marcus en Lance hebben ook de politie van West-Australië bereikt en omdat de moorden zoveel overeenkomsten hebben, speculeren ze dat ze misschien met dezelfde dader of daders te maken hebben. De politie roept gelijk versterking op uit Perth. Perth ligt 3.000 kilometer verderop, dus ze laten een team invliegen. Ja. In Australië is politiewerk een verantwoordelijkheid van de deelstaatregering. Iedere staat heeft een hoogopgeleide tactische eenheid die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld het reageren op risicovolle situaties zoals terroristische aanslagen en het arresteren van gewelddadige overtreders. In West-Australië boort deze taak toe aan de Tactical Operations Group, oftewel de TOG. Zeven leden van deze groep stappen op het vliegtuig om de politie te ondersteunen in de zoektocht naar de moordenaar van Julie, Philip en Terry. Er komt ook een forensisch expert mee. Ondertussen zetten ze wegversperringen op door heel Kimberley, maar net zoals in het noorden is dit een vrijwel onmogelijke taak. Het begint donker te worden en de zoektocht naar Terry en Philip wordt gestaakt voor de nacht. De volgende ochtend vroeg gaan ze verder met de zoektocht en om kwart over acht vinden ze het lichaam van Philip. Hij drijft naakt in de rivier, vlak bij de kampeerplek. Philip is ook neergeschoten. Hij heeft hoofdwonden, twee schotwonden in zijn rug en nog één in zijn rechter schouder. Twee uur later wordt het lichaam van Terry gevonden. Ook hij is naakt en neergeschoten. Zodra het team is aangekomen, beginnen ze aan hun zoektocht naar bewijs op de plaatsdelict. Ze vinden schoenafdrukken die overeenkomen met de afdrukken die gevonden zijn bij de plaatsdelict van Marcus en Lance. De afdrukken komen vanuit een modderige geul en leiden naar de plek waar Julie, Terry en Philip waren. Waarschijnlijk besloopt hij ze lopend door een greppel. Door de greppel werd hij aan het zicht ontrokken. Hij kwam boven de rand van de greppel vandaan met zijn wapen gericht en aarzelde waarschijnlijk niet om de trekker over te halen. Het gebeurde zo vlug dat ze geen kans hadden te ontsnappen. Hij schoot met een Ruger? Ruger? Ja, Mini 14? Ja. Dat is een geweer. Ja. ja, dat ken ik. Ja, nou dat is. Naast de voetafdrukken vinden ze ook vijf. 223 patroonhulzen en verschillende bandafdrukken, jongens. Even tussendoor, ik weet dus niet hoe je dat zegt. Is het een? Het is geen millimeter kaliber, het kogel, um, dus ik hou het gewoon maar op een kaliber. 223, oké, okay, prima. Het is punt 223. Wow. Maar anders moet ik het 223 zeggen. <laughs> dus um, maar ze vinden dus die patroonhulzen en verschillende bandafdrukken. Al deze dingen bij elkaar overtuigen de politie ervan dat ze hoogstwaarschijnlijk met dezelfde dader of daders te maken hebben als hun collega's in het noorden. Verder weten ze vrijwel niets. Is het er één? Zijn het er twee? Zijn het er meer? Ze weten dat ze te maken hebben met iemand die over een auto beschikt en grote afstanden aflegt om mensen neer te schieten, maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. Heel Kimberley is in wezen afgesloten. Mensen wonen hier zo vreselijk afgelegen, van God en alles verlaten, dat ze zich beginnen te verzamelen op campings en andere plekken waar meerdere mensen aanwezig zijn, omdat ze bang zijn voor hun veiligheid. Het stikt ook nog eens van de toeristen in het gebied omdat het te droge seizoen is. De meeste van hen slapen gewoonlijk ergens in de wildernis. Maar zelfs de meest geharde kampeerders zoeken toevlucht tot een camping of gaan terug naar huis. Ik wil jullie er nog even aan herinneren hoe groot het gebied is waar dit plaatsvindt: echt heel groot. Dus de dader vinden is echt als zoeken naar een naald in een hooiberg. De kans dat ze hem zomaar te pakken krijgen is vrijwel nihil. De wegversperringen staan nog steeds en de TOG zoekt vanuit de lucht. Ze let op de stofwolken die ontstaan als een auto over een onverharde weg rijdt. Als ze zo'n auto in de gaten krijgen, vliegen ze een stuk door, laten agenten naar de grond zakken en zetten dan een wegversperring op om de auto tegen te houden. Echt een soort van James Bond-capriolen dit. Oké, okay, oké. Okay. Ja, maar dat, het zijn zulke open vlaktes, dus als daar in één keer een auto op een rare plek rijdt, dan, is het, dan heb je dus de kans dat het de dader is. Dus, ja, oké. Okay. Ja. ja, ik zou me echt een actieheld voelen als ik dat voor mijn werk zou doen, denk ik. Uh, ja. Ja, toch? Ja, ik zit, ja, wij kunnen ons niet voorstellen hoe, hoe immens groot, groot dat is. is. Ja, echt geen idee. Ik ben wel in de woestijn van Amerika geweest en dat is ook groot. Maar ik heb het idee dat daar nog wel van alles leeft. Ja, ik weet ook niet precies hoe de natuur hier. Um daar aan toe is, maar het is in ieder geval het droge seizoen. Uh... Ik heb het idee dat daar echt niemand is. Nee, maar 30.000 man ja, in een gebied is zo groot. Van. Ja, dat is, echt, dat is echt niks. Nou ja, goed. Uh, maar goed, zij houden dus dan de auto staande... om uh, even een praatje te maken. <laughs> de politie voelt natuurlijk sowieso al de druk... om de dader zo snel mogelijk in de kraag te vatten omdat ze niet willen dat er nog meer slachtoffers vallen. Maar er is nog iets anders dat ze extra druk oplegt. Over een paar weken begint de Fitzroy Crossing Campdraft Rodeo. De wat? De Fitzroy? Fitzroy. Crossing, ja? Camp, yeah. Campdraft Rodeo. Oh. En ik heb de website even bekeken. En wij zouden dit. Geweldig vinden. Oh ja. En dat, jij al helemaal. Het is een weekend vol met paarden en cowboys. En lijkt me echt geweldig om zoiets een keer mee te maken. Het vindt ieder jaar in juli uh, plaats. en trekt ontzettend veel bezoekers. Alle 30.000 inwoners komen dan. Uh, ja. ja, wat veel mensen niet van mij weten. is dat ik eigenlijk een cowgirl. Ben, ik heb heel lang paard gereden. En ik weet het niet, De Eén keer ik, ben je een Native American, dan ja, ben je in één keer weer een cowboy. Ja, maar, ik, het nou? ja, maar ik, ik denk gewoon, ja, weet ik veel. <laughs> ja. Iets daar. Mm -hmm. Ik deed iets met paarden in een vorig leven. Mm -hmm. En je hebt heel lang western gereden. Ja, ook dat. Ja. Ja. En ik mis het nog iedere dag. Ja, dus misschien uh, moet ik ook naar het Fitzroy... Ja, volgens mij is het een soort van uh, trekt het een beetje door de omgeving. Dus ik zag dat het bijvoorbeeld ook in Broem is, denk ik. Een reizend circus of zo? Ja, maar die mensen hebben nog niks anders te noemt dan een rodeo rijden, denk ik. <laughs> dus... Uh, Oké. Okay. Ja, maar lijkt me echt heel, heel tof een keertje om dat mee te maken. Het is wel ver vliegen. Dat is heel ver. Oké, okay, terug naar de zaak. Dit betekent niet alleen dat er ineens veel meer mensen in de omgeving zijn, er zijn dus meer potentiële slachtoffers, maar het betekent ook een enorme toename in auto's op de wegen. Dit maakt het voor de moordenaar een stuk makkelijker om weg te komen en te verdwijnen in de massa als ze hem dan nog niet opgepakt hebben. Als de zoektocht een paar dagen in de gang is, krijgt de politie eindelijk een aanwijzing die ze kan helpen de moordenaar op te sporen. Frederick Peersjong neemt contact op met de politie en vertelt ze wat hij zondag de 14e heeft gezien. Vlak voor 4 uur 's middags rijdt Frederick Piers Jong met zijn roadtrain van Mount Barnett naar Windham via de Gibb River Road. En dit is iets heel Australisch, geloof ik, dus ik zal het even uitleggen wat het is voordat ik verder ga. Ik heb Wikipedia er even bij gepakt. In de Outback van Australië verzorgen roadtrains voornamelijk het vervoer in afgelegen regio's. De vrachtwagencombinaties bestaan uit een trekker of motorwagen gecombineerd met meerdere opleggers of aanhangers. Grote delen van het land liggen niet in de buurt van een spoorlijn, dus om goederen over grote afstanden te vervoeren zetten ze vaak roadtrains in omdat dat relatief voordelig is. In Australië worden vrachtwagencombinaties vanaf 36,5 meter lengte als roadtrain aangeduid. Het zijn dus eigenlijk gigantische vrachtwagens. Ja, het is dus gewoon één trekker met erachter echt 59 containers. Jezus. Nou ja, ik weet niet of het er negen, maar de maximale lengte is 53,3 meter en het maximale gewicht is 135 ton. Dus het is echt gewoon één vrachtwagen met erachter echt een enorme. Maar één iemand bestuurt dat? Mm, ja. Oké, okay, dat lijkt me best wel een pittig maandje. Ja, en voor wie... Maar ja, in Australië hoef je natuurlijk alleen maar rechtdoor, dus dat scheelt. <laughs> nou ja, ik wilde dus net zeggen, dat is, het is lastiger dan je lijkt. Want voor wie vrachtwagens in de Outback interessant vindt... Discovery heeft een programma genaamd Outback Truckers. Oh, dat kijk je voor. Ja, dat kijkt mijn vader altijd en oh. ik kijk dat ook. En ik heb ook heel veel um, van die programma's, ik weet niet meer hoe die heet... Ice road, maar in ieder ja, geval. Ja. ja, die gaan over Alaska. Ja, en die gaan dan over bevroren ja. Ja, en ja, zo, ja. ja, dus op Discovery staan echt enorm veel van die vrachtwagenprogramma's. <laughs> maar dus ook in de Outback. Oké, okay, oké. Okay. En dan zie je dus ook wat voor problemen ze onderweg tegenkomen en zo. En, maar ja, een road train is dus gewoon een hele lange vrachtwagen. Ja, daarin je stem. Het is weer zover. <laughs> maar goed, Frederick en zijn road train dus. Hij is onderweg en ziet een zwarte rookwolk in de lucht boven de Pentacles River Crossing. Hij is onderweg en ziet een zwarte rookwolk in de lucht boven de Pentacles River Crossing. Als hij dichterbij komt, neemt de wolk in omvang toe. Wat hij ziet verbaast hem, want het is een gekke plek voor een brand. De brand kwam ook niet van de picknickplek, maar uit een gul achter de picknickplaats. Als hij over de Pentecost River crossing rijdt, zit er geen auto achter hem. Maar zodra hij voorbij de afslag naar de picknickplek is, valt het hem op dat er ineens een witte auto achter hem rijdt. Hij heeft nu helemaal het gevoel dat er iets vreemds aan de hand is. Hij remt af en stuurt zijn vrachtwagen naar de zijkant van de weg, zodat de witte auto hem kan passeren. Als de auto hem voorbij komt, ziet hij dat het een witte Toyota Forerunner is met een kentekenplaat uit. Queensland. De auto heeft rode strepen op de zijkant, en tussen de letters en de cijfers van het kenteken um, zijn ze gescheiden door een kleine kaart van Queensland. Over de bestuurder van de auto had hij vrij weinig te vertellen. De man leek hem klein gebouwd en hij vond het vreemd dat één man zoveel kampeerspullen in zijn auto had. Ze spreken ook Desmond en Branco, de mannen die naast ze hebben gestaan op de kampeertrein, dus bij Julie Terry en Philip. Ook zij vertellen aan de politie dat ze een witte Toyota Forerunner hebben gezien. Hij stond niet zo ver bij de kampeerplek vandaan geparkeerd. Hij stond een beetje verscholen tussen de bosjes, maar het is desmond opgevallen dat hij kentekenplaten uit Queensland heeft. Met deze informatie gaat de politie als een razende aan de slag. Ze nemen contact op met alle politiebureaus om ze ervan op de hoogte te stellen dat ze op zoek zijn naar een Toyota Forerunner met een kentekenplaat uit Queensland, voor het geval er zo'n auto als gestolen is opgegeven. En dan hebben ze beet. Op het vliegveld van Brisbane heeft een Duitse toerist een witte Toyota Forerunner met het kenteken. 338 PNZ uit Queensland gehuurd bij Evis Rentals. De dag dat hij hem terug had moeten brengen is al even voorbij en ze hebben de auto als gestolen opgegeven. De naam van de Duitse toerist? Jozef. Ja, Swaap. Oh, dit is de derde? Ja. Zo heb je er weken geneen. Ja, en dan ook nog een Kimberly-moord met een Jozef. Ja. Nu ze een naam hebben, gaan ze bij immigratie op zoek naar meer informatie over Jozef Swaap. Op dit moment weten ze natuurlijk nog niet of Jozef de dader is, maar het is de eerste echte aanwijzing die ze hebben. Ze moeten het wel uitzoeken. Het nieuws dat de politie op zoek is naar een witte Toyota heeft inmiddels ook de media bereikt. En het publiek wordt gevraagd om een oogje in het zeil te houden en het te melden als ze de auto ergens spotten. Een van deze mensen is Pieter Leutenegger, een helikopterpiloot uit Campbellin. Op de ochtend van 19 juni is hij bezig met het drijven van zijn paarden vanuit de lucht. Dat doen ze blijkbaar in Australië. Ik weet dat ze daar tegenwoordig niet alleen meer honden en paarden voor gebruiken, ik zie het ze bijvoorbeeld ook wel eens doen met kwads. Maar met een helikopter had ik nog nooit van gehoord. En jij zit echt heel moeilijk te kijken. Ja, met een... maar dat is toch helemaal niet. Dat is toch helemaal niet handig? Ik denk dat het wel efficiënt is. Maar goed, daar is hij dus mee bezig als hij een auto ziet staan die gecamoufleerd wordt door een stukje bos in een afgesloten veld. Dit is geen typische plek voor kampeerders om hun kamp op te slaan, dus hij is nogal verbaasd door wat hij ziet. Hij heeft natuurlijk ook de nieuwsberichten in zijn achterhoofd, dus hij besluit laag over de auto te vliegen om te kijken of hij meer details kan onderscheiden. Helaas kan hij zelfs dan nog niet zien om wat voor auto het gaat. Zodra de TOG gearriveerd is, worden ze meteen gebriefd. Ze krijgen de opdracht om de gecamoufleerde auto van dichtbij te inspecteren om te kijken of ze kunnen achterhalen of dat de auto is die ze zoeken. Ze zijn zich ervan bewust dat ze voorzichtig te werk moeten gaan, want je weet nooit wat er kan gebeuren. De auto kan van een onschuldig kamperende toerist zijn, maar ook van een gewetenloze moordenaar die er alles aan wil doen om uit handen van de politie te blijven. Voordat ze aan een missie beginnen, laat teamleider Bill Madsen het luchtruim boven Fitzroy Crossing sluiten voor al het burgerverkeer. Zo weet hij zeker dat er geen onschuldigen in een eventueel vuurgevecht terechtkomen. Samen met sergeant Dennis Collison en Pieter Leutenegger stapt hij in een politievliegtuig om de auto vanuit de lucht te bekijken en zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Ze vliegen een aantal keer over de auto, maar hij staat zo beschut dat het ze niet lukt om vast te stellen om wat voor auto het gaat. Dat is op zichzelf ook een aanwijzing, want waarom zou een toerist zijn auto zo verstoppen? Als ze terug zijn in Fitzroy Crossing, neemt hij contact op met zijn team om zijn bevindingen door te geven. Ze gaan door met de volgende fase van hun actie, een stap in de auto. Het team rijdt naar een weg in de buurt van de verdachte auto en gaan daar vandaan te voet verder. Ze zijn bewapend en zijn op alles voorbereid. Als ze in de buurt van de auto komen, verspreiden ze zich en omsingelen de auto. Inspecteur Bob Brown vertelt wat er dan gebeurt. We beginnen krachtig geweervuur te horen. Het is behoorlijk consistent als we naar voren lopen. We weten dat we in de problemen komen. Het krachtige geweervuur, zoals we ontdekken, is de man die op het politievliegtuig schiet. Einde. Quote van Bob. Oké, okay, oké. Okay. Heftig. Ja. Als de politie nadert, hebben ze voortdurend via het radiocontact met de politiepiloot in het vliegtuig die ze kan vertellen wat zich op de grond afspeelt. Bob gaat verder. Ze vliegen een aantal keer over de auto. Wij kunnen nog steeds niet zien, de struiken zijn te dicht begroeid. We zitten in een droge sloot en hebben geen dekking. We kunnen het continue schieten horen. Hij schiet op de piloot. Hij kan ons niet zien en wij hem niet. We beginnen naar voren te lopen. In de greppel hebben we een zeer korte briefing. Op dat moment weten we dat we in de problemen zouden kunnen komen. Wij, wij allemaal, dachten aan onze sterfelijkheid. Einde quote. Wetende dat ze toch echt op een doelwit af moesten, ondanks het gevaar... rukt de politie op naar de gecamoufleerde auto... en het duurt niet lang voordat een van hen de dader in het vizier heeft... En met zijn handgebaren zijn collega's inlicht. Toevallig valt dit moment samen met het feit dat het politievliegtuig weg moet vliegen om te kijken of hij niet geraakt is. De piloot denkt dat ze geraakt zijn, dus ze draaien om en voor hetzelfde, anders stort je neer. Ja. Voor zijn neus, ook niet heel ideaal. Nee. Als het vliegtuig het gebied verlaat, zoekt de politie dekking op de grond. Ze verbergen zich achter mierenhopen. Love, mieren. Ja. Um, en bomen in de buurt zodat ze beschermd zijn tegen eventueel geweervuur. Zijn dat geen termieten trouwens? Nee, mieren. Oh. Zo groot? Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> ja. <laughs> Bob vertelt wat er dan gebeurt. 40 meter verderop staat hij recht voor me. Hij is half naakt. Hij heeft een camouflagebroek aan. Hij staat aan de voorkant van zijn auto. Terwijl ik toekijk, laat hij zijn geweer en schiet op het vliegtuig. En op dat moment raakt hij zich bewust van ons. Vanuit zijn ooghoek ziet hij ons. Hij kijkt naar links, draait zich snel om en vuurt een kogel af op iemand links van mij. Einde quote. Hij doet me een beetje, sorry hoor, ik zie een soort van Poetin vormen de hele tijd. Poetin? Ja, waarom? Ja. Nou ja, die zit toch ook altijd halfnaakt op een paard <laughs> in een camouflagebroek? Nee, dat is die op die beer. Huh? Op die beer? Heb je die meme nooit gezien? Nee. Nee? <laughs> Poetin op een beer. Oh, die ga ik zo even <laughs> opzoeken. <laughs> Doe dat. Ja. Ja. Maar oké, okay, Poetin dus. Ik ga verder. Op dat moment schreeuwt teamleider Madsen naar de man... dat ze van de politie zijn en beveelt hem zijn wapen te laten vallen... en zich over te geven. Als reactie heft de schutter zijn geweer en lost een schot op de politie... Pop is het dichtst bij de schutter en als hij ziet dat de man een gericht schot op een van zijn collega's afvuurt, heeft hij het gevoel dat hij geen andere keuze heeft dan terug te schieten. Hij schiet twee keer snel achter elkaar met zijn M16 geweer. Met zijn eerste schot slaat hij de kool van het wapen van de dader kapot en snijdt zijn linkerduim af. In plaats van op te geven, laat de schutter gewoon zijn kapot wapen vallen waarvan later wordt vastgesteld dat het een Seiko Forester Hunter kaliber 308 is. Ja, nou, bedankt daarvoor, maar. Ja, dan haalt hij aan de passagierskant van de auto een zelfladende Ruger Mini 14 kaliber 223. <laughs> ja, jongens, het hoeft niet hoor per se. Dat een niet. wapen. Een wapen. Ja, maar ja, details hè. Ja. Zoals later blijkt, kan hij deze met één hand prima bedienen. Zodra de schutter beweegt, reageert de politie door verschillende traangasgranaten op de auto af te vuren. Wat? Ja. Dit leidt ertoe dat de schutter zich terugtrekt in de bosjes en daar vandaan op de politie schiet met zijn geweer. Om de dader geen tijd te geven om te schieten of zich te verstoppen, voert de politie een charge uit. Ze rennen een stukje vooruit, zoeken dan opnieuw dekking en lossen verschillende schoten op de dader. Dit geeft andere agenten de kans om dichterbij te komen. Deze techniek staat, uh, schijnt bekend te staan als haasje over. En ik leerde dus dat dat in het Engels dus leapfrogging heet. Grappig, dat vond ik heel grappig. Ja. De traangasgranaten hebben ervoor gezorgd dat de dader bij de auto vandaan gedreven werd. Helaas hebben ze ook het droge struikgewas eromheen in de fik gestoken. De politie weet niet zeker of de man misschien een gijzelaar in de auto heeft zitten. En ze zijn bang dat hij dat een hoop bewijsmateriaal verliezen door het vuur. Terwijl zijn collega's hem rugdekking geven, kruipt Bob via de passagierskant in de auto en van daaruit naar de bestuurdersstoel. Gelukkig zitten de sleutels in het contact. Bob start de auto en terwijl zijn collega's hem nog steeds dekking geven, rijdt hij de auto uit het brandende struikgewas. Op dat moment begint een deel van de munitie die de dader op de grond van zijn verstopplek heeft liggen te ontploffen in het vuur. De agenten moeten maken dat ze wegkomen en dekking zoeken voor de rondvliegende projectielen. Ze zitten er natuurlijk niet op te wachten om geraakt te worden door zo'n ding. Nee, snap ik. Het vuur brandt nog steeds en het duurt maar een paar minuten voordat de auto weer bijna in de vlammen verdwijnt. Bob haalt hetzelfde kunstje uit en deze keer rijdt hij de auto achteruit naar een plek die al verbrand is. Ze weten het dan nog niet, maar de schutter was toen al dood. Hij is door een agent door zijn hart geschoten terwijl hij probeert te ontsnappen. In de chaos van de ontploffende munitie en de brand is dit niet gelijk duidelijk. Kort daarna keert het politievliegtuig terug naar de plek van de aanval en de piloot laat weten dat hij vanuit de lucht zo'n 20 meter verderop. De man ziet liggen met zijn gezicht in het zand. Hij vliegt nog een keer over om nog eens goed te kijken en meldt dan dat hij op de torso van de man iets ziet dat op bloed lijkt. Bob zegt dat dit voor hem en zijn collega's het signaal is om dichterbij te komen. De agenten verzamelen zich en gezamenlijk gaan ze naar de man toe. De man is dood. Nu de man dood is, is de eerste taak van de agenten om de plaats licht veilig te stellen. Ze maken een snel rondje over de kampeerplek om er zich van te vergewissen dat er geen handlanger in de buurt is die ze nog in de val kan lokken, of dat er nog ergens een gijzelaar zit. Als ze zeker weten dat dit niet het geval is, richten ze hun aandacht op het vuur. Dit willen ze zo snel mogelijk blussen, zodat er niet nog meer bewijsmateriaal verloren gaat. Als ze het vuur geblust hebben, verlaten ze de plaats delict en wachten tot de forensische experts op komende dagen om de plek te onderzoeken. Tijdens het forensisch onderzoek wordt de man aan de hand van zijn paspoortfoto voorlopig geïdentificeerd als Jozef Thomas Zwaap. Ze kunnen het nog niet met zekerheid zeggen, zolang ze de vingerafdrukken van de man nog niet ontvangen hebben uit West-Duitsland. Het kan natuurlijk zijn dat hij gewoon de identiteit van iemand heeft aangenomen... die op hem lijkt, of het paspoort van zijn broer gebruikt hebben of zo. Mm -hmm. Als ze de auto onderzoeken, vinden ze verschillende items... die Jozef van de moorden in Timber Creek en die bij de Victoria Rivier linken. Ze vinden een paar laarzen met een kenmerkende schoenzool... waarvan ze op beide plaatsen de delicten afdrukken hebben gevonden... Een vuurwapenlicentie, een rijbewijs, creditcards, een spaarboekje en een checkboekje. Al deze dingen behoren tot een aantal van zijn slachtoffers. Ze vinden ook een aantal gebruikte patroonhulzen waarvan ze later bevestigen dat ze zijn afgevuurd met hetzelfde wapen dat werd gebruikt om de slachtoffers om het leven te brengen. De banden van de Toyota kunnen worden gelinkt aan de bandafdrukken die gevonden zijn. Er bestaat dus geen twijfel of hij de dader is of niet. Er is genoeg overtuigend bewijs. Maar wat weten we over Jozef? Jozef Thomas Swaap wordt geboren op 25 november 1960 in het Beierse Starnberg in het toenmalig West-Duitsland. Als kind was hij al gefascineerd door vuurwapens en als hij 15 is sluit hij zich aan bij de plaatselijke schietschool. Jozef is een rustige jongen met weinig goede vrienden. In 1980 raakt hij betrokken bij een criminele bende en wordt door de politie gearresteerd en aangeklaagd voor autodiefstal, diefstal uit een restaurant en een inbraak. Als hij twintig is in 1981 besluit Jozef dat het tijd is voor een ander leven. Hij wil een nieuwe start. Hij besluit naar Australië te vertrekken. Hij vertrekt naar Adelaide en daar vindt hij werk als meubelmaker. En hij sluit zich aan bij de Southern Cross Pistol Club en koopt verschillende geweren. Op zijn vrije dagen rijdt hij de Australische Bush in om op wilde zwijnen te jagen. Hij blijft ongeveer drie jaar in Australië. Hij verliest zijn baan en besluit in mei 1984 om terug te gaan naar Duitsland. In april 1985 krijgt Jozef een nieuwe baan: hij gaat aan de slag als bewaker. Dit is een functie waarvoor hij een officiële wapentraining moet volgen. Hij draagt tijdens zijn werk namelijk een Magnum-revolver. In West-Duitsland werden in die tijd alle strafrechtelijke veroordelingen met uitzondering van de echt ernstige misdaden van je strafpad gewist als je vijf jaar lang geen nieuwe misdaad had gepleegd. Jozef is natuurlijk in 1980 gepakt, dus in 1985 kan hij gewoon een baan als bewaker aannemen. Waarbij hij ook nog eens met een wapen rondloopt. Ja, ja. Mm -hmm. In 1987 besluit hij dat het mooi geweest is. Hij wil terug naar Australië. Op 18 maart koopt hij voor 5400 dollar aan reischecks. En een maand later landt hij op het vliegveld van Brisbane. Ik kreeg in één keer even een, een, een twist in mijn hoofd. Ik wist niet. Ik... Soms kan ik niet zo goed zien uh, of het nou 4500 of 5400 is. Maar volgens mij 5400. Ja, ik heb dat heel vaak. Bij mij komen er natuurlijk 100.000 jaartallen per aflevering ja. voorbij. En, dus ik schrijf ze tegenwoordig maar helemaal uit. Ja, dat is wel handig, ja. <laughs> ja. Maar ik snap je probleem hoor. Ja, 5400 dus. Ja, en af en toe dan weet ik het gewoon niet meer. <laughs> nee, maar dan ben ik zo geconcentreerd en dan snap ik het allemaal niet meer. Sorry. Op 21 april 1987 loopt Jozef een bank binnen in Brisbane en vertelt aan de bankmedewerker dat hij zijn reischecks is verloren. Oh. Hij krijgt een voorschot van 1000 dollar. Zo? Ja, met dat geld op zak gaat hij naar de Avis Vehicle Rentals waar hij de Toyota Forerunner huurt. Op 23 april gaat hij naar een andere bank en wisselt daar een groot deel van zijn reischecks in. Die helemaal niet kwijt zijn en neemt 4000 dollar op. Zijn laatste stop is weer een ander bankfiliaal waar hij de laatste 1400 dollar opneemt. Het eerste op zijn to-do-lijstje is het kopen van een wapen. Hij loopt de Five Ways Firearms winkel in Wooloengabba binnen. Oeh, Oké. Okay. denk, ja, het is, er staan heel veel O's in. Mm. Maar mag je als buitenlander daar gewoon een wapen kopen dan? Nou ja, dat ga ik je zo vertellen. Oh, oké. Okay. Daar koopt hij dus een aantal wapens, waaronder een Winchester. Ah. En DAF. Ja. Nu we het toch over Winchester ja. hebben. <laughs> Wanneer kunnen we die verwachten? Nou, het punt is, daar um, valt niet zoveel over te vertellen. Dat is niet waar. Ik zit er dus een beetje mee te struggelen. Hm, laten we het hier zo even over hebben. Dat is goed. Oké. Okay. Um, goed, hij koopt dus een aantal um, wapens en hij koopt ook 3000 patronen voor de wapens. Dus dan kan je wel even vooruit. Om al deze wapens te kopen, hoeft Jozef zich alleen maar te legitimeren met zijn paspoort. In die tijd was het vrijwel onmogelijk zoveel wapens en munitie te kopen in verschillende staten in Australië. Maar in Queensland was het geen enkel probleem. Ze hebben daar bijna geen regels. Hij heeft uh, geen wapenvergunning nodig. En ze doen ook niet echt aan een background check. Dus achtergrondonderzoek. Nou ja, ergens snap ik het wel. Het is natuurlijk Australië. Dus uh, everything in Australia wants to kill you, toch? Maar de mensen niet. Nee. Maar, maar wel de spinnen en de krokodillen en de ja, slangen. En dus de... ergens snap ik wel. Uh, ik zeg niet dat het goed is hoor. Maar ergens snap ik wel dat wapens daar makkelijk te verkrijgen zijn. Net als Amerika, overigens. En waar we hebben het over? 85? Ja, 87. 87. Dat ja. is natuurlijk een andere tijd. Ja. Maar ik begrijp heel goed dat als je in de Outback van Australië woont... dat je daar misschien in het bezit wil zijn van een wapen. Tuurlijk, maar je, mm, je koopt er vijf en dan die 3000 patronen. En... Ja, dat is wel gek, ja. Ja, um... Maar goed, hij doet een aanbetaling en de volgende dag komt hij terug om de rest te betalen en zijn wapens op te halen. De politie tast in het duister over wat Jozef in de tijd na het ophalen van zijn wapens doet. Pas op, 6 mei duikt hij weer op als hij benzine tankt in Diamantina. Oh ja? Yeah? Diamantina? Diamantina. Diamantina. Okay. Dit ligt op de grens tussen Zuid-Australië en het noordelijk territorium. Daarna gaat hij door naar Mount Isa in Queensland... waar hij twee dagen later een parkeerboete krijgt. Op 20 mei heeft Jozef zo'n 3500 kilometer afgelegd. Hij reist van Brisbane naar Darwin. Daar laat hij zijn auto repareren, want er is iets stuk aan de voorkant. Op 4 juni wordt zijn auto gespot in een wildreservaat in Point Stewart. De volgende keer dat zijn auto gezien wordt is op 9 juni in Timber Creek... Een paar uur nadat hij Marcus en Lens vermoord heeft. In december 1987 houdt lijkschouwer David McCann een gerechtelijk onderzoek naar de moorden en de rol van de politie bij de dood van Jozef. De dood van Jozef werd rechtvaardig bevonden. De agenten schoten uit zelfverdediging. Jozef schoot natuurlijk als een wilde om zich heen, dus het had me wel vreemd geleken als er iets anders uit dat onderzoek naar voren zou zijn gekomen. Er is nooit een motief gevonden voor de daden van Jozef. Hij is voor het laatst in 1986 bij zijn huisarts geweest in Duitsland. En de arts kon toen geen medische problemen bij hem ontdekken. Ook had hij geen geschiedenis van psychische problemen. Zijn ouders stonden ook voor een raadsel. Wat had hun zoon bezield? Wat heeft hem gedreven tot die gruwelijke daden? We zullen het nooit weten. Nou, dat was ons uitje naar Australië. Ja, um, met Jozef. <laughs> Dit Hering. Maar uh, geen motief dus. Nee. Nee, geen idee. Heel irritant. Ja. Kijk, dat hij een voorliefde had voor wapens, dat is wel duidelijk. Maar waarom je niet, waarom je in één keer van wilde zwijnen op mensen gaat uh, jagen, dat is maar een beetje een raadsel. Ja, maar ook gewoon. Ja, ja gewoon meteen. Brandon, ja, ja. Ja, heel apart. Sommige mensen zijn zo raar. Uh, ja, draai je maar... zo door. En dan... Uh, ja. ja, het is echt... Ja, ik heb geen idee. Nee. Ik kon ook niks vinden over mensen die hem gekend hebben of zo. Weet je, vaak is het dan nog wel dat de buurvrouw nog zegt... Nou, hè, het leek altijd zo'n aardige man. <laughs> of, uh, nee, ja, we zagen hem nooit. Maar is zoiets kon ik gewoon niet vinden. Dus... Um... Ja, ik heb nog wel een stukje uit een boek. Um, daar heb ik een linkje van. Een hoofdstuk over Jozef. Maar ik was al zo lang. Ik kon het er niet meer allemaal um, in stoppen. Wat stond er in dan, kort, beknopt? Nou ja, dit wat ik verteld heb, maar dan uitgebreider. Oh, oké. Okay. Meer over zijn leven. Nou, lieve duisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jullie allemaal super erg bedanken dat jullie er weer waren. Ons legertje. Ik ook. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer. Wil jij nog iets over onze... socialen vertellen? Ja. Sociale kanalen? Uh, ja. Als eerste... wil je 30 dagen gratis... Storytel proberen? Ga dan naar... storytel.com... slash duister. Dan hebben we nog Instagram, Facebook... een Facebookgroep, YouTube en Twitter. Uh, het is allemaal... Een variatie op Duitsere Podcast. Ja, en als je ons twittert, of tweet, heet dat tweet, eigenlijk, hè? Dan doe je dat met het spook. Ja, spook is hoofd twitter. Vindt hij leuk, dus doe dat vooral. Ja. En um, ja, die show notes uh, die zijn gekild, Die komen niet meer terug. Nee. Sorry daarvoor. Nee. Ja, jongens, uh, Google... Um, is your friend. Is your friend. Yeah. Sorry. Dat spijt ons. En onthou... Oh, we gaan? ervoor. We gaan. Oké. Okay. En onthou... Blijf in het licht, want je weet nooit wat er in het duister op je wacht. Op je wacht.